Dat weet Olly wel. Ik? Door hem zijn we uit gevaar ontsnapt en in deze andere wereld gekomen waar Nulli bloeit. Maar waar liggen de bloemen? Ik ben al tevreden als ik hier mag zitten. Maar voor jongeren is moeilijker. Want zonder goud kan men hier niets krijgen, heb ik gehoord. En we zijn arm, zoals je weet. Je moet de jongeren verder wegwijzen, Olly. Geen Olly. Mijn naam is Olivier B. Bommel. En ik begrijp helemaal niet... Ja. Olly Bommel. Nee. Alsof ik dat ooit zou vergeten. Waar is dat zwarte water? Vanaf deze kant kunnen we het niet vinden. Achter deze rots. Al maar rechtdoor. Kom, heer Olly. Wat hij bedoelt weet ik nog niet precies, maar dat zullen we wel ontdekken. Ik begrijp niet wat die Salem in me zag. Ik heb hem nog nooit gezien, bedoel ik. En waarom noemt hij me Olly Boemel, terwijl ik Olly Bommel heet? Zodat ik het hem had willen vragen, als jij me niet meegetrokken had. Hij is oud en hij is niet erg goed in het uitleggen. Nee, maar... Dit is een vreemde geschiedenis die we zelf moeten onderzoeken. Oh. En kijk, dit moet het zwarte water zijn. Het is hier koud. En hoe kunnen we nu iets onderzoeken als er niets te zien is? Daar staat een bord. Huh? Misschien zal dat ons wijzer maken. Schip naar andere wereld. Als die hier niet is, is die ergens anders. Dat is niet erg duidelijk. Ik begrijp niet wat ik hier eigenlijk bij dit meer doe. Wat is het nut? Alles is tegen mij. En het is jouw schuld dat ik hier voor gek sta. Schip naar de andere wereld dat ergens anders is als het hier niet is. Ik heb er wat anders aan het hoofd, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij zweeg. Huh? En toen hij zich geschrokken omkeerde, werd hij een vaartuigje gewaar dat op de oever gelopen was. Het was afgeladen met vreemdelingen die opgewonden uitstapten en naar hem toe kwamen. Halleluja! Halleluja! Bent u al hier? We dachten dat u daar nog was. Bommel is overal waar hij nodig is. Halleluja! Halleluja, ja. Hier zijn we toch in andere wereld? Huh? Er is hier toch echt geen wringer? Nee. Dat is te zeggen, ik begrijp niet wat u bedoelt, bedoel ik. Ik doe alleen maar mijn best om goed te doen, maar alles is tegen mij, zodat alles verkeerd begrepen wordt en ik er eigenlijk niet wil zijn, omdat ik het toch niet volgen kan. Het was duidelijk dat zijn toehoorders ook hem niet konden volgen. Maar dat vonden ze niet erg. Ze waren blij hem te zien, maar ze luisterden nauwelijks. Want ze hadden haast om met hun medepassagiers het land verder in te trekken. Terwijl ze in de mist verdwenen, bleef heer Olly ontregeld achter. Maar zelfs nu kreeg hij geen tijd om zijn gedachten onder woorden te brengen, omdat de veerman zijn bootje op de wal schoof en aan land sprong. Adi Bommel! Hey. Jij komt hier geloof ik vaker, hè? Heer Waggel? Wat bedoel je met vaker, terwijl ik er pas aankom? Wat doe jij hier? Ik heb hier die veerdienst, weet je wel. Het gaat enigjes, hoor. Heen hoef je niks te doen, want dan vaar je vanzelf. Ja. Door die stromen, hè? Ja. Maar terug is het moeilijk. Dan moet je erg roeien. En je weet nooit waar je terechtkomt door al die wolken. Daarom heb ik overal maar bordjes neergezet. Niet dat het nodig is, hoor. Aan deze kant krijg ik nooit klanten. Maar aan de overkant is het reuze druk. Dat snap je. Nee, ik snap er niets van. Ik zou nu eindelijk wel eens willen weten wat dit allemaal betekent. Want het wordt me te veel met mijn tegenstel. Die Bommel, altijd grapjes. Maar mij kan je niet nemen, hoor. Jij wist best dat ik hier een heen en weer doe. Want jij komt hier vaker. Bedoel je dat jij die vreemdelingen over het zwarte water hier naartoe brengt? Reuze veel. Ze betalen met leuke jasjes en gombaknollen. Lekker hoor. En leukerder dan geld. Aan de overkant is dus die andere wereld waar ze allemaal vandaan komen. Maar hoe komt het dat ze u kennen, heer Olly? Bent u daar al eerder geweest? Geen sprake van. Dit mag niet. Ik verbied deze veerdienst, bedoel ik. We hebben het al moeilijk genoeg zonder vreemden. Trouwens, ik ben de voorzitter en dit moet gestopt worden. Daar sta ik op. Het is maar gelukkig dat ik persoonlijk de vinger heb kunnen leggen op de bron van alle misstanden. Ik bedoel op heer Waggel, die gewetenloos heen en weer vaart en het bloed van onze vader besmet. Niks
niks, hoor. Ik vaar niet weteloos. Want we hebben altijd reuze pret. Die luidjes zijn zo blij, hè? En hoe kan ik nou besmetten in deze mist? Hoor je dat? Daar is een heer in gevaar. Ergens achter de mist. Daar heb je het al. We moeten iets doen. Doe dat toch wat, bedoel ik. Ik ken die stem ergens van. Dat geeft me te denken. Niks aan de hand, hoor. Ik heb toch zeker een veer. Dit is net iets voor mij. Daar gebeurt iets ergs. Kom hier met die boot van je. Dan moet ik soms persoonlijk ingrijpen. Nee, heer Olly! Heer Olly! Mammes, dat is niet zo enig iets. Het zwarte water is reuze diep en het stroomt erg hard. Hij had beter de boot kunnen nemen. Kom, Mammes, in je boot. We moeten met de stroom meegroeien. Misschien komt heer Olly verderop weer boven water. Heer Bommel was geheel verstijfd een eindje gezonken. Maar omdat er nogal wat lucht in zijn torst zat, bleef hij na enige meters zweven. En daar werd hij gegrepen door de sterke stroom. Op deze diepte had hij de meeste kracht, zodat hij met grote snelheid werd meegevoerd, zonder veel aandacht aan de omgeving te kunnen schenken. Daarvoor had hij trouwens te veel ademnood. En ook beletten de krampen hem om een ordelijke zwemhouding aan te nemen. Toen hij weer aan de oppervlakte verscheen, was de verlamming geweken. Maar omdat hij buiten kennis was geraakt, genoot hij er niet van. Ook merkte hij niet dat hij tenslotte aan land spoelde op een vreemde oever, waar de mist had plaatsgemaakt voor zwaveldampen die aan de vele kraters ontstegen. Het was een onprettige streek en het had slecht met hem kunnen aflopen als hij niet was opgemerkt door een bejaarde inboorling die een strandwandeling maakte. Kijk nu toch. Daar is iemand te water geraakt. Wat gevaarlijk. Wie kan dat zijn? Een vreemde. Hoe is het mogelijk? Iemand uit een andere wereld. En hij is er slecht aan toe. Hij moet zo gauw mogelijk een paar gombaknollen hebben. De oude haastte zich naar heer Olly en trok hem met veel moeite verder aan land om hem te laten drogen. De zon scheen hier fel en de grond straalde vulkanische warmte uit, zodat de geredde heer na enige tijd de ogen opsloeg en een zittende houding aannam. Waar ben ik? In Apoka. Apoka? Ken ik niet. Wat is er gebeurd? U bent in het water gevallen. Een wonder dat u nog leeft. Ja. Het meer eet alles op en niemand kan er overheen. De stroom is te sterk. Wat bent u trouwens voor eentje? Ik heb nog nooit zo iemand als u gezien. Ik ben Olivier P. Bommel. Dat weet ik zeker, terwijl ik verder niet weet hoe... ik ben bang. Ik ben een stukje geheugen kwijt. Teergestel, alles alleen doen, omdat iedereen mij verstoten heeft, geloof ik. Heb niets meer dan bloem in knoopsgat. Gouden bloem, die herinner ik mij. Gouden doddelbloem. Wat heeft meneer Bommel? Doddelbloem, gouden doddelbloem. Dobbloem bedoel ik. Heet niet Boemel, Olly Bommel heet ik. En ik? Salem Ochtendrood. Ah. Maar een gouden dubloem. U moet meegaan naar mijn huis en wat eten. Gombaknollen zijn goed om beter te worden. En het zal een grote eer zijn om meneer Olly Bommel te ontvangen. Een dubloem. Ja, zo'n dubloem. Zijn die er meer, waar u vandaan komt? Ja, veel. Het is lente. Alles bloeit, als u begrijpt wat ik bedoel. Hier niet, maar bij Bobbelstein wel. Groeien aan struiken.